Meneer Slijpen, ik heb begrepen dat u bij de Wevekeshof werkzaam bent. Kunt u daar iets wat vertellen? Dat is een kinderboerderij die vorig jaar zijn vierde lustrum heeft gevierd. Dus dik 20 jaar bestaat. En wij vinden dat het een uniek plekje in Nuenen is. En ik heb begrepen dat u de voorzitter bent van, is het een stichting of een vereniging? Het is een stichting. Een stichting. En ik ben daar sinds 10 jaar voorzitter. Wat waren zoal de hoogtepunten en de leuke dingen bij de Wevekeshof het afgelopen jaar? Nou, ik zeg altijd, wij zijn als Wevekeshof vrij uniek. Wij zijn vrij laagdrempelig, omdat we geen entreegeld heffen. We krijgen geen subsidie, nog van gemeente, rijk of provincie. En we hebben het oudste varken van Nederland. Daar hebben we vorig jaar het 10-jarig bestaan van onze Fien gevierd. En er zijn heel veel mensen op afgekomen. Ik ben erg trots op de Wevekeshof, omdat wij daar werken met zo'n kleine 100 vrijwilligers. Dat is ook echt uniek te noemen. Iedereen kent onze actie Rentekip, die we vanwege de pluimveetoestanden helaas dit jaar hebben moeten besluiten om die af te schaffen. Want elk jaar ophokken, dat helpt ook niet veel. Iedereen kent onze Sinterklaasactie. En ik wil bij deze nogmaals zeggen dat wij geen last hebben van Helmond. Want het is een wijdverbreid misverstand dat het bij ons in elkaar zakt, omdat Helmond op het kasteel ook nu een Sinterklaasactiviteit heeft. Wij hebben onze eigen Sinterklaasactiviteit op de boerderij en de schrijfactie. En die is en die blijft uniek. Op bouwkundig terrein hebben we heel veel gerealiseerd dit jaar. Nou, iedereen die op de boerderij komt, die kan dat met eigen ogen zien. En ja, gewoon tal van activiteiten die wij door het jaar heen doen. Voor het eerst afgelopen kerst het levende kerstverhaal. Georganiseerd in samenwerking met de gemeenschappelijke kerken hier in Nuenen. En dat zal naar verwachting ook een traditie worden. Nou, zo te horen gebeurt er nogal wat op de Wevekeshof in het afgelopen jaar. Ja, we zijn een kinderboerderij. En wij willen toch het kind een wat centralere positie gaan geven. Binnen al onze activiteiten die wij organiseren. Nou, Sinterklaas is duidelijk. Maar je hoort af en toe dat wij een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Waarbij soms het accent te veel op oud ligt dan op jong. Dus wat mij betreft mogen wij het kinderboerderij zijn wat meer accent geven. Eventjes voor de kijkers thuis, want ja, veel mensen kennen jou wel. Maar toch eventjes, wie ben je en in welke hoedanigheid sta je hier? Ja, ik ben Peter Post van Showcorps OMV. En vooral als bestuurslid sta ik hier, maar ja, ook als choreograaf, want ik ben trots op die club. Nou even over de naam Showcorps OMV, want dat is gewijzigd volgens mij. Ja, dat is een van de hoogtepunten geweest het afgelopen jaar. Met onze identiteit die veranderd is de afgelopen jaren, is ook de hele uitstraling veranderd. En bij een andere uitstraling, een professionele uitstraling, hoort ook een professionele naam. En drum, fanfare, oefening en volharding, nu naar één eind. Dat kunnen ze in Italië, in Frankrijk, in Spanje niet uitspreken. Dus Showcorps OMV Nuenen. Met trots. Nou zeg je dat dat één van de hoogtepunten was van het afgelopen jaar. Er zijn er dus blijkbaar nog meer geweest. Jazeker. Dus onder andere weer een nieuwe show voor elkaar hebben gekregen. De Robbie Williams Show. En die gaat dit jaar echt op Nederlands kampioenschapniveau gebracht worden. En we gaan weer een gooi doen in 2007 naar het Nederlands kampioenschap. En dat zijn echt specifieke showbands in Nederland die tegen elkaar strijden. En het is niet met 20 man eerst of 20 korpsen eerst te worden. Nee, 1, 2, 3 tot en met 20. En ja, dat is zo'n fantastisch evenement in Assen. Daar gaan we weer naartoe. Heb je iets te wensen voor dit nieuwe jaar? Ja, dat is een open vraag. Dat heb ik al 12 jaar. Ik wil al 12 jaar lang, en ik zeg ik, maar wij als vereniging, willen gewoon onderhand eens een keer degelijke huisvesting hebben. En ja, dit moet het mooiste jaar gaan worden, want het gaat gerealiseerd worden. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben Marta de Boer. Ik ben 44 jaar en ik werk sinds 16 maart als griffier bij de gemeente Nuenen. Ik werkte daarvoor in een andere functie bij de gemeente Nuenen. Maar sinds 16 maart is de verandering dat ik voor de gemeenteraad werk. En dat is heel anders dan het werk wat ik voorheen deed. Heel bijzonder. Oké, en je bent nu de griffier. Wat doet een griffier zoal bij de gemeente Nuenen? De griffier die
doet eigenlijk alle werkzaamheden die nodig zijn voor de raadsleden om hun raadsvergaderingen, waar uiteindelijk zeg maar de besluiten worden genomen, om die goed te kunnen voorbereiden. Dat betekent dat ze, wanneer ze vragen hebben over bepaalde stukken, dat ik dan organiseer dat die stukken voor hun er zijn. Wij zorgen dat voor hun stukken ter inzage komen te liggen. Wij schrijven zelf stukken en we gaan bij ambtenaren achter antwoorden aan, om het maar zo te zeggen. Dus wij proberen alles eraan te doen dat de raadsleden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Nou, dat is een hele drukke baan dan. Kunt u mij zo eens zeggen wat nou in 2006 zo ongeveer de hoogtepunten, de leukste dingen, de spannendste dingen waren, naar uw mening? 2006 was natuurlijk een heel spannend jaar voor mij, omdat ik net begonnen ben. Voor de gemeenteraad, omdat er verkiezingen zijn geweest en er een hele andere raad is gekomen qua samenstelling. De partijen zijn behoorlijk door elkaar geshuffeld. En van ongeveer 8 partijen zijn we teruggegaan naar 6. Dat is al een hele verandering. Een hoogtepunt. Ik denk dat de informatieve raadsvergadering die we hier in het klooster hebben gehad over Nuenen West. Voor ons ook in de voorbereiding zich wel een soort van hoogtepunt waren. Omdat dat gaat het hele dorp aan. Er zijn mensen die zijn nog tijdens de uitzending die door jullie is verzorgd, zijn ze nog binnengekomen. Dus ik denk dat je daar in feite hebt gezien wat wij proberen te bereiken met de nieuwe manier van vergaderen. Namelijk dat mensen daar meer betrokken bij raken. En ik denk dat het feit dat mensen kijken en daardoor nog hier naartoe komen, dat het beste bewijs is dat toch een beetje gaat werken. Dat is een hele mooie. Heb ik nog één vraag nu. Wat heeft u voor 2007 in gedachten? Voor 2007 wens ik dat de plannen die in 2006 zijn ingezet, dus met name Nuenen West, maar ook alle andere voorbereidingen, dat die een eigenlijk voor heel Nuenen, liefst zoveel mogelijk mensen op een goede manier worden ingevuld. Helemaal iedereen naar de zin maken, dat lukt waarschijnlijk nooit. Maar ik denk wel dat we dat moeten gewoon proberen. En ik hoop ook dat dat lukt. En dat veel mensen zich daar in kunnen vinden. Naast mij staat Gerrit van Ginkel. Wel bekend in Nuenen. Ook wel eens voor de Lon gewerkt. Maar ik wil alvast één afspraak met je maken, Gerrit. Ik stel nu de vragen, hè? Ja, ik beantwoord ze. Oké. Okay. Maar vertel eerst eventjes toch aan de mensen die jou misschien niet kennen, wie je bent en wat je zoal doet in Nuenen. Ik ben, zoals gezegd, Gerrit van Ginkel en ik hou me hoofdzakelijk bezig met Rond de Linde. Zowel redactioneel als in de interviewvorm. En dan heb ik nog wat bezigheden voor de RKSV Nuenen, voor de voetbalclub. Ik doe ook het een en ander voor ons net. En ik kan best zeggen dat daar mijn dagen wel mee vol zijn. Ja. Maar nou, zijn hoofdtaak is eigenlijk Rond de Linde. Hoe ben je daartoe gekomen om dat te gaan doen? Nou, Rond de Linde, daar word je voor gevraagd. Je moet dan toch bepaalde capaciteit hebben dat je zowel in woord en geschrift je eigen goed uit kunt drukken. En ook die mensen worden dan benaderd en gevraagd of ze dat willen doen. Is er nou in het jaar 2006 iets veranderd bij Rond de Linde of voor Rond de Linde? Ja, Rond de Linde is wel degelijk anno 2006 veranderd. Zijn we erg trots op met een website die diep dement in de lucht is. En we denken ook echt aan verjonging en dat maken we ook praktijk van. We hebben een nieuwe redactionele medewerkster aangetrokken. En we zijn nog bezig met een andere nieuwe. En die dan voornamelijk tussen de 30 en de 40 zijn. Dus we gaan echt op de verjongingstoer. En proberen Rond de Linde anno 2007 neer te zetten zoals dat hoort. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat zijn de plannen voor dit jaar? Gaat er nog iets gebeuren? Maar dat is dan die verjonging. Dat gaat natuurlijk. Rond de Linde is, als zichzelf respecterend weekblad, verandert uiteraard iedere week. We proberen Nuenen zo breed mogelijk te informeren. Nuenen, heb je nou ook nog iets specifieks te wensen voor Nuenen zelf? Ja, daar heb ik uiteraard ook wel over nagedacht. Beroepshalve voor Rond de Linde volg ik dan de politiek. En
Ik vind het toch wel jammer dat er nog steeds van de Nuense burger eigenlijk weinig belangstelling, wil ik niet zeggen, maar dat ze weinig meedenken met de politiek. Er is nou een nieuwe vorm van een informatieve raadsvergadering. En dat is bij uitstek een geschikte gelegenheid voor alle inwoners van Nuenen om daar nou eens te zeggen wat zij ervan vinden. En dat is heel laagdrempelig. En dan kan echt iedereen de microfoon pakken en zeggen wat hij vindt over dat onderwerp. En dat is heel erg belangrijk. Dat is een hele grote stap voorwaarts. En ja, wat we verkeerd daarin doen, weet ik niet. Misschien nog te weinig publiciteit daarover. Maar het is een ideale gelegenheid voor iedere Nuenenaar die niet graag aan de zijlijn staat om zich daar te laten horen en zijn mening over al die onderwerpen geven die over 2 weken daarna in de raadsvergadering komen. Hallo, ik ben Anja Smulders van voetbalvereniging Nuenen. Leidster van de dames. Oké, en u bent? Ursula Bonte, ook tevens leidster van dames in Nuenen. Oké, dus jullie zijn allebei vertegenwoordigers van het damesvoetbal in Nuenen. Ik wil eens wat vertellen over het damesvoetbal in Nuenen. Ja, damesvoetbal. Ik denk dat het elftal al ongeveer 30 jaar bestaat. Ursula is daarvan al ongeveer 28 jaar lid van. Ik ben er het afgelopen jaar bij gekomen omdat mijn dochter daar is gaan keepen. En we hebben een heel hecht team. Een leuk team. En vooral sportief team. Daar staan we ook wel onbekend. Gewoon gezellig om te doen. Nou, het allerleukste is eigenlijk toch wel dat er toch steeds meer meiden bij komen. Ze vinden het voetballen toch sportief gezien hartstikke leuk. Na het voetballen is het ook altijd een hechte band. Het is heel lang geleden toch wel dat we kampioen zijn geworden een keer met de dames. Dat praat ik over 25 jaar terug wel. Maar ja, desalniettemin is het toch nog steeds hartstikke leuk. En elk jaar is het toch knokken om zo hoog mogelijk te eindigen. En voor het komende jaar, wat zijn de bedoelingen van Nuenen? Het is de bedoeling dat toch zoveel mogelijk het meisjes- en damesvoetbal gepromoot wordt natuurlijk. En dat het toch ook iets meer in de schijnwerpers komt te staan. Dat is dus wel heel leuk nu. We staan nu in de middenmotor. We hopen nog wat op te schuiven naar boven. Maar vooral dat we het zo gezellig houden als dat we het nu hebben. Kunt u zich voor de Nuenense kijkers eventjes vertellen wie u bent en in welke hoedanigheid u hier staat? Ik ben Adrie Geerts en ik ben hier vanavond als directeur van de Rabobank hier in Nuenen. Woont u zelf ook in Nuenen? Nee, ik woon niet in Nuenen en dat heeft ermee te maken dat mijn Rabobank is niet alleen een Rabobank voor Nuenen, maar ook voor Son en Breugel. Dus ik heb een wat groter gebied en dat maakt de keuze voor een woonplaats wat lastiger. Dus ik kom elke morgen en in het weekend, als dat nodig is, kom ik lekker even 20 minuten gereden en dan ben ik zo in Nuenen. Wat hebben er voor veranderingen het afgelopen jaar plaatsgevonden bij Rabobank Nuenen, Son en Breugel? Nou, eigenlijk heel erg veel. Want als je gewoon in Nuenen om je heen kijkt, dan zie je dat wij dit jaar het jaar van de verhuizing hebben gehad. Dus we hadden eerst kantoor aan de Berg, een inmiddels verouderd kantoor. En we hebben hier naast het klooster, naar ik vind de mooiste plek van Nuenen eigenlijk, hebben we een nieuwe vestiging kunnen openen die helemaal volgens de nieuwste standaarden is ingericht en waar we het buitengewoon naar de zin hebben. Ja. Hoe zijn de reacties tot nu toe op uw verhuizing? Ja, eigenlijk krijgen we gewoon heel erg veel complimenten. In eerste instantie dachten de mensen van, is dat kantoor wel groot genoeg voor Nuenen? Maar als je binnenloopt, dan zie je dat het heel erg ruim van opzet is. Er zijn flink mensen aanwezig van de bank, hè, dus veel medewerkers om te adviseren. Ja, en ik hoor erg veel positieve opmerkingen. En met name eigenlijk op een heel specifiek detail, want we hebben in het gebouw hebben we allemaal afbeeldingen gemaakt met hele typische Nuenense dingen. En dat vinden mensen prachtig als ze dat herkennen. Dat is heel erg leuk. Ja. Heeft u nog wensen voor het jaar 2007 voor Nuenen? Ja, heel veel. Dat komt vooral neer op, laten we maar eens flink heel veel gaan bouwen in Nuenen. Ik vind dat dat echt bovenaan op de agenda moet staan. Er is ontzettend veel behoefte aan in Nuenen. Er liggen goede plannen. Alleen, het moet er doorheen. We moeten gewoon aan de slag. En ik hoop dat die dynamiek, dat die in 2007 nou eens echt van de grond gaat komen. Ja. Misschien heeft het een met het ander te maken, maar heeft u ook nog iets te wensen voor de Nuenense bevolking? Voor de Nuenense bevolking, dat het
hier in Nuenen, ondanks alle vergrotingen en zo die er komt, dat het gewoon een heel erg gezellig dorp blijft. Dat is volgens mij het hartstikke belangrijkste. Ja. Een bekende uit Nuenen, maar toch eventjes voor de kijkers, kun je even vertellen wie je bent? Ik ben Peer van Liemt en ik ben niet geboren in Nuenen, maar ik woon er wel 40 jaar. Dus ik val voor het een beetje onder de Nuenaar. Vroeger was ik kapper, toen ben ik in de entertainment gegaan, ben ik door het land wezen reizen en voor een jaar geleden heb ik een hersenbloeding gekregen. En nu zit ik in een comfortabele stoel. En ik mag niet zeggen, het bevalt me goed, maar ik heb het wel geaccepteerd. En dat is, vind ik van mezelf, wel heel knap. Want ik ben altijd weg geweest en ja, nu zit ik in zo'n stoel. Ja. Ja, wat mag ik vragen hoe oud je bent, Peer? Ik ben net 60 geworden. Dat is erg jong, hè? Tenminste, om zo te zitten. Ja. Maar je woont nou weer wel in Nuenen? Ik ben 3 dagen geleden ben ik weer teruggekomen. Ik heb een jaar gerevalideerd in Domloef. Domloef tijdens in Eindhoven, revalidatiecentrum. Daar heb ik een jaar gezeten en daar ben ik naar uitgekomen. En nou heeft woningbouwvereniging Helpt Elkander. Die hebben mijn hele huis verbouwd en vertimmerd dat ik daar kan leven. Maar ik zit er eigenlijk te wachten. En ik hoorde straks de burgemeester zeggen dat ze gingen bouwen. Maar met mijn grootste wens is dat ze in de Boschgorstraat gaan bouwen voor mensen zoals ik. He, dus sociale woningen, invalide mensen, geestelijke gehandicapten en noem zo maar op. En daar zit ik op te wachten en ik hoop dat er heel veel gaat. Op de Domloef zit ik in de cliëntenraad en er is mij te oren gekomen dat het in juni zou starten. En ik ga ervan uit en als ik straks de burgemeester heb horen praten, dan denk ik dat het ook wel zou lukken. En aan Helpt Elkander, Smits, alle respect, ik hoop dat dat ook doorgaat dan. Omdat ik in een rolstoel ben terechtgekomen, of in een LRO heet dit, hè. LRO is een elektrische rolstoel, hè. Geen elektrische stoel, LRO. Elektrische stoel is iets anders, hè. En dan ben ik bezig om de mensen die ook in de stoel zitten te motiveren om thuis weg te gaan. Ik ben tot ontdekking gekomen, omdat ik in die stoel zit, dat er heel veel mensen zijn die blijven thuis zitten. Die zeggen, denk dat ik met mijn lamme arm en met mijn lamme poot het dorp in ga. Nou, dat ga ik nou proberen. En nou heb ik de pastoor van de week gesproken. En die gaat onder de pastorie, daar gaat hij ook een ruimte creëren. Rolstoelvriendelijk, enzovoorts, enzovoorts. In het klooster moet ik daar nog gaan ervaren. En als dat lukt, als het mij lukt, dan lukt het die andere mensen ook. En dan kan ik ze motiveren om hier naartoe te gaan. Want ik mis die mensen. Dat is me erg opgevallen. Want er zijn ongelooflijk veel mensen, zonder dat jij het weet, en ik dat wist, die in een rolstoel zitten, die in Nuenen zitten, die je bijna niet ziet of niet ziet. En dat ga ik proberen. Dat is mijn taak die ik nou ga doen in 2007. Ik hoop dus eigenlijk is het zo dat jij van iets negatiefs heb je iets positiefs weten te maken. Dat probeer ik wel. Ik moet wel zeggen, ik heb het geaccepteerd. Hè, om een stoel te zitten was niet zo eenvoudig. Het heeft mij een hele korte tijd geduurd. Maar omdat ik het geaccepteerd heb, denk ik dat andere mensen het moeten ook kunnen accepteren. En ook overal naartoe kunnen gaan. Die kunnen ook hier komen. Maar waar zijn ze? Ik ben de enigste hier. En er zijn best wel veel mensen die het graag zouden willen. Maar ja, die zeggen van, ja, maar ik moet dan met mijn rolstoel en ik moet dit. Het is rolstoelvriendelijk hier binnen. Je kunt alles, je kunt rondrijden. Ik heb het nu al ervaren. Dus dat ga ik proberen. En dat is ook mijn wens. Om die mensen van huis uit hier naartoe te krijgen. Nou, ik vind het heel duidelijk. En ik hoop dat de mensen thuis allemaal gehoord hebben. En gezellig met jou hier een pilsje komen drinken. Ik dank jou heel hartelijk. En ik dank die mensen. En ik hoop die mensen die in de stoel zitten. Adieu.